Dit is de oude keeper van Go Ahead, Gijs. Oké. En we gaan een standbeeld maken. Misschien kunnen we alle twee wel even iets geven, een keer, zodat we een mooi standbeeld kan komen. Oké. Ja, lijkt me helemaal te gek. Nou, vanavond beginnen we officieel met de aftrap voor de fondsenwerving en sponsorwerving. Om te komen tot een beeld voor Leo Halle hier bij de Adelaarshorst. Ja, we gaan gewoon geven. 10 euro gooi ik erin zeker. En waarom? Gewoon omdat Leo Halle, ja, dus de keeper, hè? Goede keeper. Legendarisch, Nederlands elftal. Ja, u gaat ook geven, meneer? Ja, natuurlijk geven we wat. Het is niet veel, want ik kan niet veel missen, maar we geven wel wat, hoor. Natuurlijk, het is dan legendarisch. Nee, mag ik u een ansichtkaart van Leo Halle geven? Ja, dankjewel. Dankjewel. Meneer, u weet wie Leo Halle is? Ja, dat weet ik. U moet geven, hè? Hier naar de collectebus. Ja, oh, is dat het? Het standbeeld moet komen. Oh, is dat het? Oh, daar heb ik gelijk de bus, die grote, daar. Ja. Je moet naar 30.000, er is nog wel een lange weg te gaan. Er is een lange weg te gaan, maar goed, de eerste zes zijn binnen. En we willen geld binnenhalen bij de fans, bij wat kleinere sponsoren en wat grotere sponsoren. En we hebben net vanmiddag een overleg gehad met de club om te kijken hoe we daar samen in op kunnen trekken. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het geld bij elkaar komt. En de pen dan? Er moet geld in, niet anders. Oh, zeg dat dan. Alsjeblieft.